Baywatch heeft niks op mij. Geen nieuwe relaties dan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed, jongen. Ja. Heb je zin in vandaag? Zeker, zeker, zeker. Je hebt wel een mooie plek hier uitgekozen. Ik denk dat dit de mooiste plek is van het hele park. Nou, ik denk wel dat je misschien gelijk hebt. Ik heb wel echt mooie dingen gezien. Want het is bootjes. Ja. Ze kunnen varen. Chocola. Oké. Okay. Chocola maken. Ja. En ik heb ook nog kaartjes. Ja, ja, ja. Dus we gaan ook vragen aan elkaar stellen. Oké. Okay. Want ja, we kennen elkaar een beetje. Zeker. Niet mega goed. Ja, 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 ja. Dus ik heb er wel zin in. We gaan er echt een mooie dag van maken. Ja, ja, ze hebben er ook zin in. Zullen we ze nog even eten gaan geven en dan... Ja, let's go. Hier, wil je? Ze moeten je niet, ze moeten je niet. Nou. Wat is dit? Echt zalig. Ajoep. Oh, dit is echt één groot potje voor dit met jou. Ik heb ook nog vragen. Waar ben je als kind opgegroeid en had je een gelukkige jeugd? Ja, ik vind wel dat ik een gelukkige jeugd heb. Ik vond zeker op dat moment vond ik ook veel rust op de boerderij. Tijdens de scheiding in je jeugd? Ja. Ja. Dat was de enige plek waar ik een soort van alleen was. Maar ook met die dieren en ik was dankbaar werk aan het doen. Hè. Maar hoe ben je voor het eerst op de boerderij gekomen dan? Ja, ik moest kiezen van wat ga ik doen met mijn leven. Ja. Toen kwam ik bij die boerderij terecht. 2 weken snuffelstage en ik werd gewoon verliefd op het werk. Wat goed. En jij? Ja, ik ook echt wel. Ik heb echt, mijn ouders zijn echt mijn alles. Fijn gezin gehad. Best heel veilig opgegroeid in een heel klein dorpje. Dus nee, ik heb echt een heel gelukkige jeugd gehad. Ja. 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 Fijn om te horen toch? Welke gebeurtenissen in je leven heeft de meeste impact gehad? Er zijn heel veel dingen die impact hebben gehad. Weet je, het beste. Mijn operatie, het winnen van Holland's Next Topmodel bijvoorbeeld, heeft ook heel veel impact gehad. Voor de eerste keer echt een relatie hebben. Dus ik heb heel veel eigenlijk mooie impactmomentjes in mijn leven mogen hebben. En ik hoop dat er nog veel meer gaan komen. Geen nieuwe relaties dan. Als je dit kijkt, dan... Ja, ik hoop dat er nog veel mooie relaties komen. Ja. Voor mij is dat toch het beste geweest. Maar mag ik vragen, waar ze jou mee gepest hebben dan? Ik was altijd de kortste. En ik was super dun. Weet je wat het is? Ik ben er echt sterker op geworden. Sterk jongen, pecs. Ja, dat is echt niet normaal. Ja, echt. Jij gaat zo meteen zwemmen. Je gaat het even laten zien. Mijn god, Baywatch heeft niks op mij. Je vader of je moeder? Ja. Met wie heb je het meest? En op wie lijk je het meest? Ja, dat is echt een rotvraag. Ik denk dat ik als kind zijnde heel erg naar mijn moeder trok. Omdat ik qua karakter heel erg op mijn vader lijk. Mijn vader is pittig. Mijn vader is redelijk streng. Ik maakte hem altijd boos. Ik kon het bloed onze nagels vandaan halen. Ik leek gewoon te veel op mijn vader. Dus dat kon ik niet meer omgaan. Ja. En jij? Gedrag lijk ik wel een beetje op mijn vader. De goede kant. Ja. Nee, ik denk wel dat ik de schoonheid van mijn moeder heb. Als de boerderij nooit wil worden, kun je altijd nog hier komen werken. Gaat ie? Ja, lekker. Niet te veel, niet te veel. Snel, snel, snel. Snel. Wat is een hoogtepunt in je leven of een van de gelukkigste momenten? Oh, oké. Okay. Oh, die wil jij vertellen. Ja, dat vind ik een mooie. Dat ik nu op mijn 28e kan zeggen, ik sta echt heel fijn en gelukkig in het leven. Oké, okay, ik denk dat echt dat is een wel favoriet mooi. Hoogtepunt is. Dat ik met mijn broertje samen naar Japan kon gaan. Ja, vet. Vroeger konden wij dat gewoon niet betalen. En ik denk het besef dat mijn ouders gelukkig zijn. En daar ben ik wel blij mee. Ja. Heb je wel eens last gehad van grensoverschrijdend gedrag of discriminatie? Ja, discriminatie sowieso. Ik ben superveel gepest vroeger. Natuurlijk het feit dat ik transgender ben is in een heel klein dorpje. Nog steeds vandaag de dag is niet altijd helemaal oké natuurlijk. Dus ja, ik ben vroeger echt wel... En nog steeds wel gewoon gediscrimineerd om wie ik ben en waar ik gelukkig van word. Ja, ja. Ik zeg eerlijk, ik weet dat het er is. Discriminatie en zo. En ik heb het besef er ook van. Alleen het boeit me gewoon echt niet als iemand wat raars tegen me zegt of roept. Ik ben dan wel eens gediscrimineerd en dan misschien moet ik 2 keer zo hard werken dan de rest of zo. Precies. Dus maar dat werkt in mijn voordeel. Als ik 2 keer zo hard werk dan de rest, weet ik 2 keer zoveel meer. Eens, dat snap ik. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het er niet is geweest. Ja, nee, maar het is niet slecht of zo. Ja, het is de opvoeding gewoon. Vooral mijn vader die heeft ons geleerd van... helaas, niet iedereen gaat je leuk vinden of niet iedereen... Nee, maar dat kan ook niet. Maar ja, hij zegt schijt. Schijt. Schijt.
Kijk eens. Oh. Alsjeblieft. Dank je. Reten. Ja. Ah. Very simple. Ik ben iemand die dit gewoon kan verpesten gewoon. Very good. Ben je jaloers? Ja, ik denk als je helemaal niet jaloers bent, ja, dan ben je eigenlijk een soort varken. Kijk, en dat kan ik heel goed uitleggen, dat kan ik heel goed uitleggen. Als er een andere beer langs komt en die drukt dat vrouwtjesvarken dus van die ene, ja, die andere varken zit gewoon te kijken hoe zijn vrouwtje gekinkeld wordt. Snap je? Ja, dan heb je geen jaloezie. Ja, probeer dat maar even bij een leeuw of zo. Als je niet grijpt, dan is het bij je nek. Ja. Dank voor dat inzicht. Nee, ik ben dus niet zo jaloers. Nee. Nee, maar je hebt wel iets van jaloezie. Ik heb dan nu bijna 2 jaar een vriend. Ik heb ook tegen hem gezegd, als ik een relatie aanga, heel veel mensen zeggen, we moeten elkaar gaan leren vertrouwen. Ik geloof daar dus niet zo in. Ik heb gewoon zoiets van, als ik met iemand een relatie aanga en we zeggen tegen elkaar, we gaan voor elkaar, omdat ik zo loyaal ben, dan zeg ik gewoon oké, dan vertrouwen we elkaar. Totdat je dingen gaat doen waardoor ik je niet meer kan vertrouwen. Wat is je grootste droomwens die nog moet uitkomen? Ja, die kan ik zelf voor je invullen volgens ja. mij. Maar goed, ik ga het niet doen. Ja, voor mij is het toch die boerderij. Ja, dat 100%. Als ik die boerderij heb, dan stop ik met alles. Dat is gewoon nummer 1. Maar dan is tv en social media een manier om die boerderij te kunnen gaan veroorloven. Ja, dat is mijn een traptreden, zeg maar, naar mijn boerderij toe. En jij, wat is jouw grootste droom? Klinkt heel cliché, maar is echt dat ik oud mag worden. En niet eenzaam. Ik ben heel bang om mensen om me heen te verliezen. Ja, 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 ja. Bij de gedachte dat die mensen wegvallen, krijg ik echt nu al paniek. Echt? Ja. Oh, dat is de laatste. Hoe zou je het liefst herinnerd worden? Als een legend. Ja? Ja. En ga je dat bereiken? Ik denk dat ik al aardig op weg ben. Ik sta al in het Mauritshuis voor de komende 3 eeuwen. Oh, wat dan? De grootste foto. Echt? Ik zou nog wel een standbeeld willen hebben of zo. Dat lijkt me wel vet. Ik zou gewoon nooit vergeten willen worden. Gewoon van, oké, dat is een legend, want dat is, die heeft dat en dat gedaan. En ik hoop dat ik een goede vader word ook. Gaat jou vast lukken met jouw instelling? Ik het zeker. Nee, echt. Daar geloof ik echt in. En jij? Ik hoop dat ik herinnerd word als een fijn iemand die voor de dingen heeft gestaan. En ik hoop dat ik toch ook qua emancipatie, weet je, op het transgender vlak en de wereld misschien iets mooier en zachter maken en dat mensen wat opener naar elkaar kijken. Ik hoop dat ik zo een beetje herinnerd kan worden, dat ik daar aan meegedragen heb. Dat het niet voor niets is geweest. Ja, precies. Ik heb wel van je genoten. Ik was echt van jou. Superleuk. Ja. Ik heb kunnen genieten van het park en alles om ons heen. Chocola maken vond ik heel leuk. Chocola maken, varen. En ik vond het ook heel leuk om jou te leren kennen. Ja, insgelijks. Ja. Proost, jongen. Oh, ik moet hem nog open doen. Amateur.